Helsinki. En die beelden staan voor altijd op ons netvlies, Rens. Dat is altijd als het zit weer hard warm. Het is alweer even geleden, maar je bent voor altijd wereldkampioen. En jij kunt ook goed bepalen, natuurlijk als geen ander, hoe deze accommodatie is voor de atletieksport. Nou, ik denk dat het van onschatbare waarde is dat ze een volwaardige atletieke accommodatie in eigen land hebben. Waar je 24 uur per dag, 7 dagen per week je favoriete sport kunt oefenen. Dus dat zegt eigenlijk alles. En jij bent wereldkampioen geworden met een hoogte van 5,81. Hoeveel was het? 5,80. 5,80. En wat is jouw record indoor? 5,75. En kun jij nu eens vertellen waarom je binnen minder hoog springt dan buiten? Ja, het is heel simpel. Buiten heb je af en toe het voordeel van een windje in de rug. En dat geeft gewoon een duwtje extra. Gaat het om de loopsnelheid die dan? Ja, voor de bossenspringers is de ademsnelheid alles bepalend. En wat bepaalt nou, of zoals dit schijnt echt een state of the art, helemaal fantastisch te zijn. Wat bepaalt nou dat dit een goede indoor atletiek hal is altijd? Met name de ondergrond. De ondergrond die hier op de atletiekbaan ligt, dat is een speciaal grondstof dat ontzettend hard is. Waar heel veel energie verloren gaat. En waar de atleten, ongeacht welke discipline dat is, een hoge aandachtsnelheid kunnen ontwikkelen. En jij bent de hele wereld overgegaan als atleet. Je hebt ook in indoor hal overal ben je in actie geweest. Als je hier binnenkomt, wat denk je dan? Ja, geweldig. Echt fantastisch. Ik heb nog nooit zo'n accommodatie gezien. Dus nog nooit zo'n accommodatie? Nee, zeker niet met die wielerbaan. Ik vind het echt fantastisch. Geweldig. Jij hebt als het goed is ook heb je een pistool, Jan. Rens, wordt er een pistool ligt daar. Als je dat gewoon dan. Wacht even, want jij gaat verdadelijk, of niet meteen, want niet iedereen is nu klaar. Een startschot verlossen, zodat wij mensen kunnen gaan zien hardlopen. Er zijn mensen die volste gang springen en er zijn mensen die vers springen. En nou wacht ik even op de zijde, is iedereen klaar? Je denkt het wel? Welke afstand? Op je plaatsen? Zeg je? Dat zijn de plaatsen. Oh! Welke afstand gaan ze lopen? 1500 meter. 1500 meter. En hier, volste gang springen. Even vragen, terwijl de hardlopers ondertussen doorgaan, hier is verspringen. Dat is makkelijk. 4,60 meter. 6 lopers, de bossenspringers moeten nog springen dat ze erbij neervallen. Maar dan kunnen we er dan niet zo gelukkig. Dat kan, maar ja, ik denk dat het belangrijkste is dat ze eroverheen gaan laten zien hoe goed ze het kunnen. Want het is echt mooi als het over de land in is. Dat is nou het allerbelangrijkste. De snelheid met aanlopen is dat het belangrijkste. Ja, dat zie je ook dat die heel rustig zit met aanlopen. Maar aan het einde toe snel. Vroeger zag je nog wel eens dat ze moeten. Sorry. Dat hebben we ook. Maar dat doet een heel goed gedaan, Ella. Dat
begonnen. Er zat een heel vreemd van mij om te zien. Hij is een van de enige in Nederland die verkeerd om springt, zeggen we altijd. Hij is linkshandig, dus hij springt. Hij springt eigenlijk goed. Ja, hij springt eigenlijk geweldig goed, maar het ziet er heel graag uit voor iemand die rechtshandig is. Johannes Posen springen. De wereldrecordhouder bij de volstok van springen zijn dat ook wel eens linkshandige. Want de schakers, de wereldkampioen, zijn altijd linkshandige. De mooiste voetballers zijn altijd de linksbenen. Nee, de wereldrecordhouders zijn allemaal rechtshandig. Helaas. Nog twee ronden voor de 1500 meter lopers. Goed weer. En dit is de laatste ronde. En Dennis Licht zal als eerste gaan finishen. Dankjewel, Dennis Licht. Dank jullie wel.